We willen toch nog even iets anders benoemen. Uh, we willen RTL Late Night heel kort benoemen. Je hebt er heel veel over gesproken. Uh, best hmm. wel wat. Nou, er is misschien best wel wat. Er zijn best wel wat vragen over gesteld. Dat wel, ja, er zijn veel vragen uh, over gesteld. Ja. Ja. Um, de studenten kunnen hier waarschijnlijk wel een belangrijke les uithalen. Uh, dat is les nummer twee. Um, wat kun jij hem meegeven hierover? Over, over wat er daar is gebeurd bij RTL Late Night? Nou ja, wat er is gebeurd, is, dat is heel kort te vertellen. Het is een programma dat uh, begon: een nieuwe talkshow. Uh, waar. De redactie en ik zelf uh, van hoopten dat het een heel mooi programma zou worden. En dat is het niet geworden. Kijkcijfers waren te laag, dus na uh, een verloop van tijd verdween het programma. Um, wat ik kan alleen zeggen, kijk, wat, wat, wat anderen ervan opsteken, dat moet je zelf weten. Maar in zijn algemeen, wat ik er heel bijzonder aan heb gevonden, is als er iets gebeurt, is het niet leuk. En vraag je af wat nu? Uh, wat ga ik nu voor werk doen hierna. En misschien word ik wel ober in een slechtlopend restaurant ergens in Nederland. Dat kan. Nou, dat is allemaal niet gebeurd. Ik, ik uh, maak eigenlijk leukere programma's nu, interessantere programma's, dan dat ik voorheen maakte. Niet alleen toen met Leednight, maar ook uh, daarvoor bij Nieuwzuur. Ik maak nu documentaires, college touren, buitenhoven. Dat zijn programma's die ik fantastisch vind. Wat ik ervan geleerd heb, is af en toe uh, in je privéleven of in je professionele leven kun je verdwalen. Om bij de wandelmetafoor te blijven. Wat ik heel graag doe, wandelen. Waar ik ook een boek over heb geschreven. En verdwalen is helemaal niet erg. Dat je een keer ergens een, een pad inloopt. Uh, dat niet jouw pad is. dat lijkt misschien op dat moment heel lastig. en dan ben je bang dat je de weg kwijtraakt. maar je kan teruglopen en je pakt de hoofdweg weer. Dat is wat ik ervan geleerd heb. En wat ik, uh, wat ik erover zou willen zeggen voor jullie. Uh, ik zei net tegen jou: van uh, je moet keihard werken. Om resultaten te bereiken. Maar wat je ook moet doen. is af en toe de rand opzoeken. van wat mogelijk is. Daar waar het gevaarlijk en spannend wordt. En dus riskant. En als je het risico opzoekt. dan is hetzelfde met dat slappe koord. wat ik net zei. Dan, is, dan bestaat de kans dat het ergens misgaat. En nu is de volgende vraag. maar is het dan wel verstandig om dat te doen? En mijn les en advies aan jullie is. ja, dat moet je doen. Want alleen maar op safe spelen leidt tot hele saaie producties als journalist. En privé kun je er van alles van vinden. Vind ik ook dat je niet heel erg op safe moet gaan. Maar in je werk zou ik het je niet aanraden. En af en toe eh, ga je dan tegen de muur op. Of je slaat de verkeerde weg in. Maar dat is helemaal niet erg. Je leert ervan. Als het goed is, word je er beter van. En je krijgt heus wel weer een andere mogelijkheid om uit te blinken in wat je doet. Yes. Nou, mijn vraag is net al een heel klein beetje beantwoord met RTL Late Night. Alleen... Toch uh, um, ja, vraag me af hoe u zelf ermee omging uh, met al die kritiek en met de lage kijkcijfers. U nam natuurlijk de show op van Alberto Tamna. Het was al in een dalende lijn, maar toch was de eerste show ja, historisch laag. Hoe ging u daar zelf mee om in de eerste weken? Vechten, zo, zo hard mogelijk vechten om toch te zorgen dat het, uh, dat het beter wordt. Dus ja, ik, ik hou niet van opgeven, dus uh, ik ben wel tot het gaatje gegaan. Um, maar ja. Op een gegeven moment moet je ook toegeven van ja, wat ik er ook aan doe, het blijft het is zoals het nu is en de kans dat het beter wordt is niet zo groot. Dus eh, verlies nemen en door. En hoe denkt u dat het komt dat u zulke historische lage kijkcijfers <laughs> heeft gehaald met RTL alleenheid? Uh, ik denk dat ik niet uh, paste bij de omroep waar ik voor werkte en uh, dat het ja, het, het, terwijl iedereen bij, bij RTL leed naar. Want zij hebben mij gevraagd om bij RTL om te komen. En het was een, een, een gemeenschappelijke beslissing. En het, iedereen had er hele grote verwachtingen van. En het was van, we willen jou het juist hebben, want je bent een journalist. En dat kan. En dus en zo. Uh, en het werkte niet. Uh, ik pas niet bij RTL. Dat is mijn conclusie. En uh, dat wat ik graag doe en kan. Uh, dat kan bij de publieke omroep heel erg goed, maar er is, RTL is daar toch niet geschikt voor. En dat heeft met ons te maken, met die omroep en met mij. Dus dat is mijn verklaring. Bedankt voor het kijken. Vond je dit nou een leuke video? Vergeet dan niet te liken en abonneren. Vond je het niet leuk? Doe het dan ook. En voor de hele video, kijk in de beschrijving.